Goedendag. De afgelopen dagen is er veel sneeuw bijgevallen in de Alpen. Met name in Zwitserland en Oostenrijk viel er lokaal meer dan een meter bij. En het zorgde voor dit soort taferelen zoals hier achter me in Königsleiten, waar al veel sneeuw lag. En nu ondertussen ruim 2 meter sneeuw op dit dak ligt. Echt bijzonder grote hoeveelheden. En ook lager gelegen gebieden hebben toch nog wel het een en ander aan sneeuw ontvangen. Zoals hier achter me in Vielsmoos. Maar de sneeuwvalgrens was wel echt wel aan de hoge kant hoor. Want eenmaal onder de 1000 meter kwam je in de regen terecht. En dan was dit het beeld. Dooierig weer, riviertjes en water. Ja, het zorgde ook voor een groot lawinegevaar. En het beeld oogt dan weer wat minder fraai. Dus ja, best wel grote verschillen tussen de dalen en de bergen op dit moment. En waar hebben we dat aan te danken? We hebben dat te danken aan een lage drukgebied hier boven Oost-Europa. En een groot hoge drukgebied op de oceaan. En daartussenin zien we als het ware een noordwestelijke stroming met vrij vochtige en ja, relatief zachte lucht die tegen de Alpen aan ja, smeert en duwt. Maar we gaan ervan af, dat systeem dat trekt door en uiteindelijk krijgen we steeds meer invloed van een groot hoge drukgebied boven de Middellandse Zee. Die dan nieuwe storingen eigenlijk wat meer naar het noorden toe wegduwt. En dan wordt het echt best wel fantastisch wintersportweer. Het is misschien wel een beetje zacht. Maar de zon gaan we echt veel zien de komende dagen in de Alpen. En dat samen met die verse sneeuw vanaf 1000 meter wordt het toch echt wel genieten. Verder wat opvalt is dat aan het eind van deze kaart richting het oudjaarsweekend er een groot lage drukgebied ligt boven de Noordzee en de Noordelijke Atlantische Oceaan. En wat we in sommige modellen al zien is dat dit plukje dat hier nu ligt misschien rond oud en nieuw voor nieuwe sneeuw tot in de dalen gaat zorgen. Maar goed, dat is nog ver weg. Tot die tijd dus veel ruimte voor de zon. En vandaag eerst nog ook sneeuwval. Als we kijken naar dit model, dus het model Icon, dan zien we nog dat het vandaag en ook morgen vooral in Oostenrijk af en toe nog wat sneeuw valt en ook regen in de dalen. Sneeuwvalgrens gaat wel omhoog, want er komt geleidelijk zachtere lucht in. En dan gaat die sneeuw op steeds meer plaatsen over in wat regen. Maar het is allemaal niet veel. En vanaf woensdag zien we dan hier allemaal hoge drukinvloeden vanuit het zuiden toenemen. En dan is het allemaal een stuk rustiger. Nou, hoeveel sneeuw gaat er dan nog precies bijvallen? Het zijn niet hele grote hoeveelheden meer. Maar in het uiterste oosten van Oostenrijk kan er vandaag nog tot aan morgen zomaar eens 40 of 50 centimeter sneeuw vallen boven de 1000 tot 1300 meter. Verder zien we op zondag nog een bandje met wat regen overtrekken, maar daarna blijft het droog. En eigenlijk zien we in Zwitserland, maar ook Italië en Frankrijk geen sneeuw meer bijvallen. Nou, hoeveel sneeuw ligt er dan op dit moment in de Alpen? Nou, vanaf 1000 meter zijn dat echt behoorlijke hoeveelheden. 1 tot 2 meter sneeuw. Maar we zien ook eigenlijk alle dalen wel mooi terug. Of nou ja, mooi. We zien ze terug omdat daar geen sneeuw meer ligt. We zien bijvoorbeeld hier Pinzgau, maar ook het Inntal en verderop het Rijndal. Ja, die zijn allemaal groen, omdat het daar dus heeft geregend de afgelopen 48 uur. En dat zorgt er dus voor dat je in het dal in een groene wereld zit. Maar ga je eenmaal de berg op, dan kom je snel in een winterwonderland met veel sneeuw. Maar ik moet wel zeggen, de sneeuw gaat ook van de bomen af, want we komen geleidelijk in zachtere lucht terug. Als ik nu even de temperatuur op 1500 meter hoogte erbij pak, dan zien we opnieuw een lage drukgebied boven Oost-Europa en dat hoge drukgebied op de oceaan. En aanvankelijk nog die noordwestelijke stroming. Maar uiteindelijk komen we steeds meer in die weststroming terecht. En dan gaat de temperatuur op 1500 meter hoogte de lift in. We gaan dus de plus in. En daarmee gaat het dus ook dooien. En dan raken we dat mooie witte wereldje, wat betreft die bomen, toch al kwijt. Super zacht wordt het nou ook weer niet. Vanaf donderdag stroomt er toch wel weer wat koudere lucht in. En de hele week blijft dus de zon schijnen. Slechts af en toe trekken een paar wolkenvelden over. Maar het wordt echt fantastisch weer op de piste. En aan het eind van de kaart zien we natuurlijk weer dat lage drukgebied waar we ook mee begonnen. En dat zorgt er misschien voor dat het rond oud en nieuw opnieuw gaat sneeuwen aan de noordkant van de Alpen. En dan waarschijnlijk misschien wel tot in alle dalen. Goed, kort samengevat, door al die verse sneeuw en in combinatie met smeltwater en lage gelegen gebieden waar dat warm is, is de komende dagen wel echt een grote kans op lawines. Kijk daarvoor uit, ga echt niet zomaar off-piste. Daarnaast wordt het vanaf zondag toch wel een stukje zachter. De vorstgrens gaat omhoog. Tot 2000 meter kan het dus gaan dooien. Maar voor de rest wordt het echt een eerste, mooie eerste kerstweek. Met veel ruimte voor de zon en eigenlijk best wel goede condities op de pistes. Ik wens u een fijne kerst. Thank you.